Even een quizvraagje tussendoor. Het is groen en het huppelt door het bos. Een springende kopsla. Bijna een dophetje. Helaas. Die moet jij vertalen dan. Nou, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van de Mooi Speelgarage. Vandaag gaan we verder met de BMW R80. De vorige keer hebben we de cilinders eraf gehaald en ja, hebben we ook al gezien dat best wel onderdelen toch wel wat liefde kunnen gebruiken. Dus vandaag gaan we de kleppen poetsen en ja, verder de cilinders nakijken. Dus ik ben benieuwd. We beginnen met het poetsen van de kleppen. Je kan ook zien dat er best wel kool en slag op zit en dat is gewoon ja, best wel normaal voor de tijd dat de motor natuurlijk gereden heeft. Maar er is ook een andere klep, zal ik even pakken. En dan kan je dus ook zien dat deze is helemaal wit. Dus die is eigenlijk te heet geweest. Dus waarschijnlijk is de afstelling niet goed geweest. Dus daar zullen we ook naar moeten kijken. Maar eerst gaan we ze gewoon poetsen. Dat doen we met polijstmiddel. Dat is speciaal bedoeld ook om kleppen te poetsen. Straks ook om ze in te poetsen in de cilinderkop. En het makkelijkste is om ze gewoon in de boormachine te zetten. Wel voorzichtig voor de hals, want die moet natuurlijk niet beschadigen. Een beetje polijstmiddel op je doek te doen en dan... gewoon te laten draaien, dus dat gaan we proberen. Nou, ze zitten er weer in. Het was eventjes prullen, maar de oplossing is een klein beetje vet eraan doen. Aan de nokjes die hier om de klep heen zitten. Dan vallen ze er niet af, dus dat is wel heel fijn. Zo. Nou, we zetten nou de veer in de cilinder, dus zonder de zuiger. Zo. Nou, zoals de zuiger veer er nu in zit, zo zit hij dus ook in de blok. Dus dat zorgt echt voor de afsluiting tussen de cilinder en de zuiger. Want die gaan natuurlijk heel de tijd heen en weer hierin. Weten we nu met een voelmaatje hoe groot de afstand nu is. De end gap heet dat. Hij moet tussen 0,3 en 0,5 zijn. En dat zegt ook iets over de slijtage van de cilinderwand. Dat is 0,3. We zien dat hij gewoon heen en weer kan. Heel veel speling heeft. Het is ongeveer 0,8, dus dit is, we kunnen wel stellen dat deze zuigerveren weg zijn, maar dat het, ja, de slijtage van de cilinder eigenlijk nog gewoon oké is om zonder opnieuw op te boren te gebruiken.
Maar dit is allemaal strak. Kijk. Ja. Nou, strak hoor. Nou, ze lijken goed te zitten in ieder geval. Dus we gaan nou... Als volgende gaan we nu afstellen de klepspeling, want ja, we hebben natuurlijk alles uit elkaar gehad. Daarvoor zit aan de andere kant een dopje dat we eruit gaan halen. Ik heb het nog niet eerder gedaan bij deze motor, maar we moeten hem op het TDC-punt zetten, dat is het dode punt van de cilinder. En dan kunnen we bij cilinderkoppen dus meten hoeveel ruimte ertussen zit. Dus dat gaan we nou als eerste doen. Tot nu toe van de veranderingen? Het gaat vandaag heel snel. Vorige keer hebben we blijkbaar goede voorbereidingen getroffen, want we hebben vandaag gewoon allebei de cilinders nu al in elkaar gezet. Dus ik ben benieuwd waar we vanmiddag gewoon in gaan eindigen. Kijk, ik ook. Genoten dus. Ja. Beam! Dat werkt lekker. Toen die liep die echt niet verkeerd. Want waarschijnlijk als hij nu start, dan loopt hij ook gelijk weer, toch? Dat denk ik wel, probeer maar. Wil je daar blijven staan of niet? Niet per se. De buren. Nou, dat was een hele mooie afsluiting van de dag. We hebben echt een hoop gedaan. Dus de cilinders zitten er weer op, de carburateurs hebben erop gedaan. En we hebben hem gestart. Compressie gemeten, dus flink weer opgeschoten. En het begint er weer een beetje op te lijken, dus dat is ook niet verkeerd. De volgende keer gaan we aan de slag om de uitlaten er terug op te zetten. En ja, de rest weer compleet te maken. Dus ja, wil je dat zeker niet missen, vergeet natuurlijk niet te abonneren. En ja, ook de remmen, alles gaan we nog aanpakken, dus er komt nog een hele hoop leuks om te zien. En heb je ideeën, dan laat het ook in ieder geval weten, want het is altijd leuk om te horen. Tot de volgende! Bedankt!